zulke gevoelvolle schilderijen maakt. Die je leven lang eigenlijk niet meer vergeet. Juist door de stemming die ze op enige geheimzinnige wijze weten uit te stralen. Van Kamp heeft overigens een geweldige tekening gemaakt van Zaandam. Waar hij ook een beetje bozig kijkt. Alsof zijn lot als klein gebocheld mannetje hem toch wel een beetje dwars zat. De meeste schilderijen heeft Zaandam gemaakt van de Sint-Bavo in Haarlem. Dat brengt mij er nog weer eens toe dat mocht u toevallig in Haarlem zijn, bezoek de Sint-Bavo. Een fantastische kerk in allerlei opzichten. En ik hoop vooral voor u dat als u daar zit, en die keren dat ik er heb gezeten, ik zal niet zeggen dat ik helemaal alleen was, maar veel mensen waren er eigenlijk niet. En dan moet je hopen dat de organist op dat fantastische orgel in de Sint-Bavo speelt. Dat is echt ronduit overweldigend. Ik kan het niet anders zeggen. Maar ook het interieur is geweldig. En dat is iets, kerkinterieurs hebben toch iets. En ze klinken ook anders natuurlijk. En dat ligt aan de enorme hoogte die ze natuurlijk vaak hebben. Dan normale gebouwen. En iets van die wonderlijke sfeer in kerken, dat brengt Zaandam op voortreffelijke wijze over. Zaandam was geboren in Assendelft. Dat is een klein plaatsje in Noord-Holland. En hij heeft ook een meesterlijk schilderijtje gemaakt van de kerk in Assendelft. Waar je de dominee op de kansel ziet staan. Waar hij heel lollig de grafsteen van zijn vader ook voor in het schilderij geschilderd heeft. Maar het is ook weer zo'n schilderijtje met een enorm overtuigende sfeer. Je denkt ook bij jezelf, erg veel mensen zaten er ook niet voor die dominee in die kerk in Assendelft. Ik denk dat het in het Rijksmuseum hangt, eerlijk gezegd. Dit schilderij, want nou, dat heb ik al duidelijk gemaakt, de Marieplaats, is in de late 19e eeuw gekocht door Brooymans van Beuningen en bevindt zich daar ook nog steeds. Even kijken, heb ik nu bijna alles gehad? Nee, ik moet natuurlijk iets uitleggen over wat er op dat schilderij staat. Want die Mariakerk, die ondertussen verdwenen is, daar kun je op het schilderij al zien, die verkeert in een lichtelijk ruïneuze toestand. Want links op de Mariakerk zie je al dat er een struikje groeit. En dan weet je dat het onderhoud van de kerk te wensen overlaat. Het is ook duidelijk dat de linkertoren van de Mariakerk al verdwenen is. De rechtertoren staat er nog, maar ook de rechtertoren is al in de 17e eeuw afgebroken. En de façade van de kerk is ook al in de 17e eeuw afgebroken. En tenslotte zijn de armelijke restanten van de Mariakerk zijn afgebroken op bevel van Napoleon, geloof ik, in de vroege 19e eeuw. En op dat plek is kunsten en wetenschappen gebouwd. Het gebouw waar nu het Utrechtse Conservatorium in zit. En dan moet ik zeggen, dat Utrechtse conservatorium, dat is afgefikt een aantal jaren geleden. En toen hoopte ik zo dat ze de Mariakerk zouden herbouwen op die plek. Maar niemand is op die lumineuze gedachte gekomen. Overigens is de kloostergang van de kerk, die bestaat nog. Maar daar is wel zo ontzettend veel aan gerenoveerd en gepiemeld dat. Ik ben daar natuurlijk wel eens gaan kijken, maar daar word je echt niet vrolijk van. Die Mariakerk was een zonderlinge kerk, want ik begreep dat die ook architectonisch niet erg past in het gangbare patroon. Ze zijn daar aan gaan bouwen, zijn daarmee begonnen in de late 11e eeuw, zeg maar 1185 of zo. Het zal wel even geduurd hebben voordat die klaar was, maar zoals ik al duidelijk maakte, hij bevond zich in de 17e eeuw eigenlijk al in ruïneuze toestand. Zaandam heeft ook uitgebreid het interieur van de kerk geschilderd. Dus ja, om nou nog een keer kunst en wetenschappen af te laten vinken om het alsnog te herbouwen, dat zit er niet in. Maar dus je kunt aan de gevel, dat kun je heel goed zien op het schilderij van Zaandam, eigenlijk wel zien dat het niet een typisch Nederlandse kerk was uit de middeleeuwen, uit deze specifieke periode. Het doet meer denken aan een Italiaanse kerk uit de vergelijkbare periode dan aan een Nederlandse kerk. Wat kunnen we verder dan nog van zeggen? Je ziet de domtoren erop staan. Die stond er natuurlijk ook al.
als het schilderij gemaakt werd, ook al is een beetje 500 jaar of zo, zoiets dergelijks. Zaandam was in zijn tijd, ik ben nog een belangrijk schilderij van Zaandam vergeten, dat hangt in de Eregalerij van het Rijksmuseum. U weet die Eregalerij waar je ook, geloof ik, als je genoeg betaalt of als je van koninklijke huizen bent, kunt dineren. Mag ik nog eens zeggen hoe weerzinwekkend ik dat vind. Hou daarmee op. Wat een flauwe kul dat je tussen die meesterwerken aan je klotenbiefstukje kunt beginnen. Ik vind dat echt niet kunnen. Hou op met dineren in de Eregalerij. Goed. Wat vind je er niet aan kunnen? Ja, daar ga je niet zitten eten. Je gaat naar die schilderijen zitten kijken. Dit is dan, dat kost geld en dat is deftig om dan daar te zitten. Dus dat doen ze dan geloof ik statiedinees en voor andere proleten kan je daar ook ongetwijfeld voor een enorm bedrag gaan zitten eten. Zoals je naar het schijnt voor 30.000 euro een zaal van het Louvre kunt huren, heb ik me laten vertellen. Ik vind dat niet passend. Ik vind een museum moet een semi-sacrale sfeer hebben. Het moet er een beetje stil zijn. Je gaat daar niet met de vorken en de messen zitten rammelen op de borden. Kom op, ik vind dat echt niet kunnen. Maar goed, kijk naar die schilderij. Kijk overigens nu u toch bezig bent. Want dat schilderij in de Eregalerij is het oude Amsterdamse stadhuis. Het Amsterdamse stadhuis is niet zo heel lang daarna afgefikt. En toen is dus het nieuwe stadhuis. Maar dat oude stadhuis is enorm charmant. Dat kan ik absoluut garanderen. Als u het niet kent, zoek het even op trouwens. Als u op uw iPadje Zaandam gevonden heeft, Pieter Zaandam, dan zult u zien, dan ziet u ook de andere meest bekende schilderijen. Maar hij heeft ook in Utrecht vrijwel alle kerken gedaan, zowel exterieur als interieur. En het aardige eigenlijk van die Mariakerk is dat Jan Weissenbroeg, dat is een 19e eeuwse schilder. Een fantastische schilder overigens. Kan ik ook u warm aanbevelen. Kijk even. Dat is toch het wonder van de moderne techniek. Dat u op zo'n iPadje meteen even kunt zien. Het is niet natuurlijk zoals ze aan de muur in een museum hangen. Dat is allemaal waar. Maar ook Jan Weissenbroeg is zeer de moeite waard. En die heeft een soort reconstructie van de Mariakerk in Utrecht geschilderd op zijn hoogtepunt. Toen is de torens er nog stonden, de gevel intact was en nog niet een struikje uit de dakgoot groeide. Overigens was ik in Rome bij dat Pantheon, een voormalige Romeinse tempel, die er al 1700 jaar staat, dat ding met een gat in het dak. En dat uitzonderlijke dak van gegoten beton, dat hebben we 1500 jaar lang niet meer gekund en pas in de 19e eeuw konden we dat weer. De kwaliteit van het Romeinse beton was uitzonderlijk, omdat ze vulkanische as als bindmiddel gebruikten. Wel nu, ik liep om het Pantheon heen en daar groeide ook weer een struikje uit de dakgoot. Dat je denkt, dan hebben die Italianen daar een uniek monument, namelijk een voormalige Romeinse tempel, die omdat het natuurlijk een kerk geworden is, de tijden overleefd heeft. En dan groeit er een struikje in de dakgoot. Hoe kan dat nou? Nou ja. Ook dus bij deze Romaanse kerk die op dat schilderij van Zaandam staat. Maar kijk ook even naar het schilderij van Jan Weissenbroeg. Heeft u een idee hoe de kerk er ooit bij stond? De kerk was een onderdeel van het mythische kerkenkruis van Utrecht. Dat zijn, weet ik veel, stuk 1, 2, 3, stuk of 5 kerken. Allemaal deels terzelfde tijd begonnen. Of dat ook bedoeld is, dat kerkenkruis, of dat het min of meer toevallig ontstaan is, dat blijft een beetje een onbeantwoorde vraag. Maar voordat u daarover gaat zitten piekeren, kijk vooral naar dat schilderij van Zaandam. Bent u toch in Rotterdam, ga even in dat depot kijken. Het schijnt heel aardig te zijn. En blijf enige tijd verwijlen in de blik op de eeuwigheid die dat schilderij van Zaandam u biedt. Een groot schilder. Maar is het ook zo dat veel mensen, ik sprak van de week ook mensen, die waren helemaal fan van de museumjaarkaart, want ze zeiden, dan kunnen we... Ik ben een groot voorstander van een museumjaarkaart, mis ik niet. We hebben dat drama, hebben we beleefd. En ik moet zeggen, ze zijn op hun schreden teruggekeerd. Dus ik hoefde niet meer in te loggen met passwords en die andere flauwe poppenkast van dat internet. Dus ik kreeg hem gewoon keurig toegestuurd na betaling. Ja,
Maar dat wilde ik zeggen, dat mensen dus... Dus een tip eigenlijk. Wil je dat nou allemaal zien en meerdere dingen kijken, dan is de museumjaarkaart wel een uitkomst. Fantastisch. Je kunt overal gratis naar binnen. Behalve bij extra speciale tentoonstelling, maar daar moet u sowieso niet heen gaan. Ja. He, u moet eigenlijk altijd musea bezoeken op het moment dat u denkt dat ze zo leeg mogelijk zijn. Ja. He, dat er niet 3000 mensen zoals bij die nachtwacht met de iPad staan te fotograferen. Ja. Wat zien we bij de Mariaplaats nog van dit stukje geschiedenis? Ach, goed dat je het vraagt. Heel goed dat je het vraagt. Want als u nou uit de trein komt in Utrecht en u loopt via de Mariaplaats naar de binnenstad, dat is ook de kortste route naar de binnenstad. U gaat dan dus niet langs Tivoli en zo, maar u gaat, laten we zeggen, ietsje zuidelijker. En u bent halverwege de Mariaplaats, schandelijk dat ik het vergeten was, dan springt de gevels van huizen springen iets uit. Dus de rooilijn, die wordt, het wijkt af, eerst krijg je het gebouw van steenkolenhandelsvereniging, althans vroeger was dat zo. En dan springt de rooilijn iets naar voren, waardoor er als het ware op de stoep een soort muur is. Op die muur hangt zo'n tegeltableau, wat de gemeente Utrecht tegenwoordig heeft voor dit soort van dingen, van het schilderij van Zaandam van de Mariaplaats. En het is fantastisch goed gedaan. Dus ook voor mensen die toevallig voorbij komen, passanten, niet waar, die het druk hebben, blijf even staan voor de eeuwigheid. Kijk, mooi. Sowieso leuk om Utrecht in de binnenstad door te wandelen. Ik vind die tegeltableaus ook een fantastisch aspect. Ja. Nu ook al die muurschilderingen, hè? Ja. Want, wat ik even vergeet, ik woon hier in de, hoe heet het, straat? Frans Halsstraat. In de Frans Halsstraat, ja. Ja, keek we even naar de passanten. Even achter mij is de Zaandamstraat. Bij het begin van de Zaandamstraat, dus aan de westkant, is een dode muur. En daarop is een kerkinterieur van Zaandam geschilderd. Echt fantastisch gedaan ook. Want dit heet hier ook de Schildersbuurt of Schilderswijk? Het is de Schilderswijk, ja. Schilderswijk, of het een wijk is, weet ik niet. Maar in ieder geval is het de Schildersbuurt. Want dit is de Frans Halsstraat en dan heb je de Zaandamstraat en je hebt de Rembrandtkade en daar gaan ze maar doen. Ja, dus die is heel bekend in Den Haag, de Schilderswijk, maar die heb je dus ook in Utrecht. Ja, maar de kwaliteit van de Schilderswijk in Den Haag is weer een heel andere, ja, dan de Schilderswijk in Utrecht. Ja, dat is bekend.